Hallo allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar Altijd Games. Vandaag gaan we weer verder met de Deus Ex Mankind Divided serie. En tot nu toe gaat het heel goed. We hebben net eigenlijk een soort van, ja, bosachtig iets idee gehad. Niet echt dat we een bos moesten killen, maar dat we toch wel met een belangrijk iemand moesten praten. Helaas heeft hij, of is hij, vermoord door, ik heb het idee, een of andere hack. Die ervoor heeft gezorgd dat zijn onderdelen in zijn lichaam tegen hem keerden. En nu moeten we gaan zorgen dat we dit gigantische gebouw gaan zien te ontsnappen. Ik weet nog niet helemaal hoe dat zal gaan. Ik ben heel erg benieuwd. We zijn al aardig ver gekomen. We hebben nog net wat goede upgrades gedaan. Zodat we onze battery kunnen upgraden. En het ziet er nou uit dat we nu misschien eventueel hierdoor kunnen. Nee, level 4. Oké, dan moeten we toch echt te voet gaan. Be ready. Oké. Okay. We zouden. Ze allebei neer kunnen gaan schieten. What are you talking about? That bitch Eliza Kassan is saying terrible lies about the Rakan. Yes, but they are obvious lies. People will see through them. When the Human Restoration Act comes to a vote in the UN, tell us what. Okay, volgens mij is dat geen probleem. I wish I shared your optimism, brother. Wow. Dat had ik even niet verwacht dat hij zo hierover zou springen. Gelukkig kon hem op tijd uitschakelen. Het ziet er nou uit dat hij niet meer terug gaat komen, of toch wel? Oké, en ook hem kon ik nog uitschakelen. Laten we even kijken of hij nog wat heeft. Machine, pistol, ammo, dat lijkt me niet zo handig. Oké, laten we hier eens even verder gaan kijken. Die deur is niet dicht gegaan, dat is wel even een probleempje. Als hij mij namelijk ziet, tenminste ziet dat die bodies daar liggen, dat was helemaal fout gegaan. Ik weet niet wie ik daar sloeg. Hij stuitte er namelijk flink ver door. Nu ging de deur wel dicht. En we kunnen de ammo van hem pakken. Oké, we zijn hier redelijk goed door, volgens mij. We zijn alweer bijna level omhoog. We hebben echt net met veel gekregen. Wat hebben we hier? Fingerlizer rifle ammo, dat hebben we sowieso hard nodig. En hier hebben we ook nog iets liggen. Oké, liggen hier nog andere dingen die ik over het hoofd zie? Crafting parts. Oh nee, dat leek even. Oké, nee, dit was het. Oké, tijd om door te sneaken. Nee, daar ook helemaal niks. Oké, hier zijn echt met veel mensen hier beneden. Oh, ik schiet gewoon mis. Oké, daar zit ook nog iemand in de verte. Maar ik weet niet of ik die helemaal wil uitschakelen. We hebben in ieder geval deze verdieping weer een beetje leeggemaakt. Ik weet niet of het per se nodig was. Hier staat zo te zien ook nog iemand. Nog twee mensen. Klopt dat? No matter how much good we do, how much food we grow, how much medicine we give, many still see us. Oké. No. I got your back. Check it out. God.
Misschien toch boah, hij heeft redelijk wat levens, moet ik zeggen. Eindelijk hebben we hem neer. Blijkbaar zijn we nog niet klaar. We kunnen eens kijken of we nog een aantal met onze sniper rifle kunnen uitschakelen. Want ze zijn wel naar mij op zoek. Wow, wegwezen hier. Daar komen de sentries. Oké, deze missie begon als goed stealth. Maar begint nu iets minder goed te gaan. Wat is dit? Combat rifle, dat kunnen we wel gebruiken. Machine pistol, dat kunnen we niet. Deze wel. Oké, we moeten weer even een stukje verder zien te komen. Oh, als we hier bovenop kunnen komen, dat zou echt gigantisch gaaf zijn. Ik weet alleen niet of we die sprong kunnen maken. Zou wel denken. Oepsiekeetje. Volgens mij begint dat vanaf buiten. Oké, we zijn bijna weer kwijt. We zijn ook heel bijna level omhoog. En we kunnen hier inderdaad vanaf buiten gewoon voorbij sneaken. Als we dat eerder hadden geweten, had een hoop geschild. Maar oké, we doen het ermee. Helaas hebben we ook al mensen moeten killen. Dat was dus niet helemaal de bedoeling. En dan kunnen we hier vanuit hier denk ik verder gaan. Ik ben benieuwd waar we hieruit gaan komen. Zo te zien geen enemies. We zijn inderdaad een level omhoog gaan. Wel weer sniper rifle. Armor piercing. Wat hebben we hier? Oké, laten we niet in één keer helemaal naar beneden springen. We ontdekken wel van alles. We kunnen deze kant op. Of we kunnen helemaal naar beneden. Ik denk dat ik even hier ga. Dan moeten we toch wel uiteindelijk helemaal naar beneden. Waar ben ik? Oh, ik ben gewoon weer op diezelfde plek. Lol, ja, we hadden ook gewoon hier doorheen kunnen gaan. Oké, no problemo. We gaan hier helemaal naar beneden jumpen. Like a madman. Woe! Chille landing. Kijken of hier nog het een en ander ligt. Stun gun ammo. Daar zijn we altijd al voor. Hier ligt nog wat. Crafting parts 30. Het worden telkens meer. Oh, chips. We hebben hier meer te maken met camera's. We gaan ook allemaal van die robots. Ik weet nog niet precies wat we daarmee willen doen. Als het goed is kunnen we hier gewoon langs. I wonder if someone is responsible. Nothing here. Over. Get augmented to survive. Now I feel as though I should remove them for the same reasons. Okay. Ik heb het idee dat we bijna zijn. Hier is niemand beneden. Jensen, the meter's running. Where the hell are you? I'm on my way, Shepard. Well, step it up. Oké, go. Daar loopt iemand.
Hopelijk gaat hij ons niet zien. Oh my god. Kunnen we deze weer dicht doen op de een of andere manier? Of doen we daar niet aan? Volgens mij zijn we er bijna doorheen. Oké, we moeten nog een klein stukje verder. Hier naar beneden. Superman landing. En daar is onze escort. Dus let's go. Oké, daar zijn we weer in Praag. Eindelijk, wat een lange missie. Hij is dus niet helemaal voltooid. Want we hebben hem niet levend hier binnen kunnen brengen. We hebben wel informatie gekregen. Hopelijk dat we het daarmee kunnen doen. A lot of goddamn good Raka being dead is going to do for us. Your orders were to bring him in. I fully intended to. Then how did this happen? Look, Rucker was convinced someone wanted him to disappear. Instead of pointing fingers, we need to focus on finding out who it was. Before dying, he told me that outside forces were perverting the cause from within. He said he had proof. What kind of proof? Okay, dit is dus een keuze die we kunnen maken. We kunnen hem of het bewijs geven, maar ik vertrouw die middel niet helemaal. Dus we zullen zeggen dat we het nu niet hadden. You didn't get the time to tell me. So we still have nothing. What about Victor Marchenko? The name you wanted me to run through iLink? We got back a blank page. What? You got something more on him? Not yet. Just call it a gut feeling for now. Right. So like I said, we still have nothing. Christ. What a mess. You know word of Rucker's death is going to spread, don't you? And when that happens, the head of state police assures me Golem City will become a war zone. We can't let that happen. I hope we're good on juice, Chicane, because I need a ride. As for you, Agent... I still have a case to solve, and I know exactly where to start, Director. Smiley's had more than enough time to analyze that DSD I gave him. The one you took from Rizika? I'll check in with him, see what's on it. After that, I'll go where the evidence takes me. I intend to make sure the right people are brought to justice for this, whether they're augmented or not. Get a move on, before this case gets any colder, and keep me in the loop. Let's go, Chicane. Okay, interesting. Eindelijk deze missie af. Man. Wat was het gewoon een bevalling. Niet normaal. Het duurde zo lang. Maar we hebben het eindelijk voor elkaar gekregen. We zullen hier even rond gaan kijken. We hebben nu namelijk wat extra inventory. Dus we zouden eventueel wat extra items kunnen gaan nemen. Password hebben we hier nodig. Kunnen we gelukkig inhacken. Okay. We moeten hier naartoe. Snelste route is denk ik zomaar hier worden we sowieso ontdekt. Anomaly
initiated. Oké, gaan we dan nog 13 seconden? De vraag is, gaan we het halen? Ik denk het wel. Phoenix. Access granted. Kijk eens aan. En we zijn binnen. Kijken of er iets in een van deze dingetjes ligt. Blijkbaar in de rechter en in de linker. Allihop. We kunnen hier zelfs naar beneden. Dat is wel interessant. Voordat we dat gaan doen, gaan we echt even nog rondkijken hier. Want ik heb het idee dat hier nog wel het een en ander zal liggen. Boven kunnen we blijkbaar nog in. Oké. Okay. Dat vraagt om uitgezocht te worden. En wat hebben we hier? Mooie kamer. Lekker vuurtje zelfs. Crafting parts. Gaat me nog niet vertellen dat dat het enige is. Oké, okay, nog meer crafting parts. We hebben dus nu, zoals ik al zei, wat extra ruimte. Dus we kunnen ook weer wat extra pakken. Bier zullen we maar niet pakken. Niet dat ik op zich zo tegen bier ben, maar ik weet niet of dat helemaal gepast is. Oké, okay, een kluis. Dat had ik hier niet verwacht. Level 3. Dus dat zou wel moeten kunnen. We moeten deze kant op. Oh my god. Go, go, go. Gaat spannend worden. Oh, net niet. Oké, okay, daar gaan we heel even voor wachten. Zodat we die ook open kunnen maken. Man, soms haal je ze echt zo net niet. Het staat nu op lockdown. We kunnen in de tussentijd even kijken of er nog wat andere spulletjes hier liggen. Vast daar beneden nog wel wat. En dan gaan we daar nog even naar beneden. En wat we ook kunnen kijken, want we hebben nog wel een side missie. Dig up dirt in the CEO's office. Oké. Okay. Ah, dat was die side missie van die gasten van de krant. Daar kunnen we sowieso binnenkort wel even gaan kijken. Is misschien helemaal geen slecht idee. Want ik heb wel weer zin om even iets anders te gaan doen dan een main missie. Oké, okay, we kunnen weer. Hopelijk worden nu niet de eerste keer me tegengepakt. Want dat was gewoon... Oh, hond, wat? Oké. Okay. Het probleem was gewoon dat dit gewoon 100% was. Daar gaan we. Nu moeten we hem als goed is wel gaan halen. Al was het nog wel close. Unlock. En dan ben ik benieuwd wat hier binnen is. Oké, okay, gas mine. En shotgun armor piercing. Ja, we pakken het nu maar even op. Ik denk niet dat ik ga gebruiken. Niet echt vet jackpot. Ik had wel meer verwacht. Maar het is ook een level 3 beveiligingssysteem. Dus misschien had ik daardoor wel kunnen weten dat het niet heel veel betekende. Oké, okay, het ziet eruit dat hier niet heel veel meer is. We kunnen hier wel nog wat beneden doen ofzo. Waar gaat dit naartoe? Zal dit naar dezelfde plek gaan? Ja, oké. Okay. Zo zijn we inderdaad hier binnen. Dus dat klopt. En dan nog even kijken waar die andere kant naartoe gaat. Hier kwamen we vandaan. Wat is dit dan? Wacht. Gaan ze me nou proberen wijs te maken dat hier helemaal niks is? Oké, okay, denk het wel. Dat was dus niet zo interessant. Oké, okay, het is tijd voor de volgende missie. Laten we eens even gaan kijken. We kunnen zelfs nog een level omhoog. Wat is wijsheid? Ik wil eigenlijk al een hele tijd deze. Dat je ook silent steps hebt. Aangezien we toch zo van de silent zijn. Dus dat zou wel goed moeten uitkomen. Oké, okay, we gaan gewoon op naar de volgende missie. We kunnen twee dingen doen. We kunnen dus of de main missie. Of we kunnen even naar deze side missie. Dat wil ik eigenlijk wel even een kijkje gaan nemen. Dus let's go. Alex, tell us Rucker's dead. What? Poisoned, I think. Holy shit, man. Rucker was the voice of the augmented. People loved him for it. The more of this hits, Prague is gonna explode. And the whole world's watching. Listen, Miller's gone to meet with state police. Could be our chance to determine his loyalties. He lives near TF-29. You want us to search his apartment? Not us. Me. You keep digging into that Versalife break-in.
and see what the Collective can dig up on a Victor Marchenko. If I'm right, and Rucker was poisoned, all three might be connected. Jensen out. Adam, you there? You're not gonna believe this, but Vadim Orlov is in Prague. You're kidding. I wish I were. 6 months ago, he got an augmented expert's visa. He's been coming and going periodically ever since. Border control logged him in this morning. I arrived in Prague 6 months ago. Where's he staying? In the Lilioma Courtyard Apartments on Lavani Street, second floor. I'll check it out. Mr. Jensen, it is Otar Botkoveli. I have another delicate matter that requires your expertise. I thought we were even, Otar. We will be even when I say so, my friend. Now then, do business. You will meet Mrs. Godlek, the owner of the Red Queen. I understand she has a problem named Dominique. Let's get this straight. I'm not a cleaner for the Diwalis. Why don't you send one of your own? Why? Because I am telling you to do it. And who mentioned killing? Just meet with Godlek and mind your manners. She's a powerful woman. Okay, het ziet eruit dat we een andere missie hierbij krijgen. Eerst maar eens even deze missie gaan bekijken. We moesten dus op zoek gaan naar geheime informatie. In dit gigantische gebouw. Ik weet niet precies hoe we dat gaan doen. Het ziet er nou uit dat we hier nu zo makkelijk doorheen gaan komen. Laten we eens even met hem gaan praten. I'm sorry, sir. The mezzanine floor is off limits to clients. My mistake. I was looking for the executive vaults. Those would be downstairs, sir. And upstairs? Executive offices and IT services. Employees only. Please see the receptionist if you have any more questions. Thanks. Okay. Hier gaan we dus niet zomaar doorheen komen. Wat moeten we precies doen? Okay, we moeten dus op de een of andere manier in de office daarboven zien te komen. Waar we dus niet mogen komen. Yes, sub-level security room has our up-to-date security. We kunnen hier naar beneden. Oh, we willen naar boven, dus ik weet niet of dat echt de bedoeling is. Laten we eens gewoon even rond gaan kijken wat alle mogelijkheden zijn. Overal ook camera's. Hier lijken ze ook lekker chill te kunnen zitten. Oké, dit is de security. En daar is een luik. Als we op de een of andere manier daarin zouden kunnen komen. Dat zou wel chill zijn. Nu is de volgende vraag. Hoe natuurlijk. Oké, we kunnen daar naar binnen. Dit is de elevator. Oké, laten we deze deur eens even gaan openbreken. Ik heb het idee als we hier namelijk binnen kunnen komen dat we misschien vanuit daar de security kunnen hacken. Oké, wat wil het doen? We willen hier naartoe. Maar we moeten dat op de een of andere manier zo doen. Oké, dat is interessant. We zijn er bijna. Nu we toch nog niet gevonden zijn, kunnen we net zo goed hier even naartoe gaan. Anomaly detected. Trace program initiated. Access granted. Oké, en we zijn binnen. Laten we hier binnen eens even kijken gaan nemen. We mogen hier dus niet binnenkomen. Dus we zullen daarom de deur weer even dicht doen. Eens kijken wat we hier hebben. Wow, deze ziet er ook wel heel spannend uit. Ik kan hier echt van alles op doen. Deze gaat niet makkelijk worden om te hacken. Dat is één ding dat zeker is. Anomaly detected. Trace program initiated. Oké. We hebben nog even de tijd, dus we kunnen nog het een en ander zien te hacken. We hebben nog steeds even de tijd. Dus we proberen deze toch allemaal even te hacken. Ja, volgens mij hebben we die allemaal. Kijk, we zijn binnen. Wat hebben we hier?
De mail. Oké, dat leek niet zoveel. Wat hebben we hier? Oh, dan kunnen we weer chatten. Oké, daar kon ik niet heel veel uithalen. We hebben wel een Palisade Elevator Keycard. Dat is misschien wel interessant om boven te komen. Oké, laten we eens even via deze dingen naar de security gaan. Maar volgens mij kunnen we dat doen. Dus even kijken of we dit uit kunnen schakelen. Dan kunnen we veilig deze oversteek maken. Ik denk dat we op de... Cable duct door. Deze kunnen we dus niet openmaken. Dat is wel een domper. We hebben hier dus wel een lift naar boven gehaald. Wacht, kunnen we daar op de een of andere manier opspringen? Juist. Ik weet niet of dat heel veel uitmaakt. We zijn weer in een restricted area. We kunnen twee kanten op. Maar volgens mij was de security deze kant op. Ik weet niet of ik daar op deze manier ga komen. Ik heb het idee dat we namelijk nu één verdieping omhoog zijn gegaan. Deze kant loopt dood. Deze kant ziet er op zich goed uit. Nee, dit is niet de goede ruimte. Yes, sir. I've already had confirmation from the sub-basement. The container vault has been preloaded and is ready for viewing. Good. Everything seems to be on track. And the new turret? Plugged into central. It all seems green. No live fire tests, of course, but that can't be helped. No, I suppose it can. Let's not anticipate trouble, but... Yes, sir. I'll keep you apprised of any changes. Do we have an ETA? No. I expect we'll get the call once they are en route. I'll let you know. Ja, ik weet niet of ik hier iets wil doen. Ik heb het idee dat er dan flink wat chaos uitbreekt. Waarschijnlijk kan ik die twee wel uitschakelen. Oké, laat ik het gaan proberen. Ik save hem even. Dat is altijd veilig. Misschien sowieso goed om even te doen. We gaan het gewoon proberen of het lukt om ze allebei uit te schakelen. Ja, nee, oké, ik ben wel ontdekt. Oké, het ziet er nou uit dat dat hem toch niet gaat worden. Dus we gaan het via een andere route proberen. Kijken of we daar meer succes hebben. Die kant was niks. Deze kant hebben we nog niet verder doorzocht. Dus laten we dat nog even gaan doen. We kunnen anders ook gewoon via de lift volgens mij omhoog gaan. Zeker nu we die pas hebben. Dus dat is de volgende actie die we gaan ondernemen. Oké, hier kunnen we gewoon de lift pakken. Dus dat is goed. Dan weten we dat. Ik wil nog wel even verder zoeken. Oké, let's see. Wat hebben we hier? Oké, steady. Dan kunnen we deze dingen naar beneden doen. We hebben in ieder geval hier geen last van. En dan kunnen we deze kamer eens even goed gaan doorzoeken. Oké, we kregen een chip. Laten we eens even zeggen, kijken wat die zegt. Oké, de security room code hebben. Dus dat is altijd handig. We hebben hier nog iets. Dat. Oké, dus we hebben nog een code. We krijgen echt aardig wat. We hebben hier nog een... we zitten hier ook echt in de security. Oké. We hebben dus hier van de code, dus dat is goed.
Dan kunnen we die ingaan vullen. K, L, M, V, P, 9, 9, 5, 1, enter. Let's go. De camera's kunnen allemaal uitschakelen. Hier hebben we genoeg gedraaid. Misschien kunnen we deze nog ietsje verder draaien. Ja, mocht het zijn dat ze niet goed zijn, dan moeten we nog terugkomen. We zouden zelfs, als we skills hebben... Oh nee, we kunnen ook gewoon hier doorheen nu. Oké, dus dat is goed. Goed dat we dit dus hebben gedaan. Daardoor gaat het wel allemaal een stukje makkelijker worden als het goed is. Doe. Dat was dat. Volgens mij hebben we hier nu bijna alles gepakt. Of ik moet echt nog iets groots over het hoofd zien. Maar nee, dat was het allemaal. Oké, laten we verder gaan. De turrets hebben we dus uitgeschakeld. We kunnen dus gewoon de lift pakken. Als ik het goed begreep. Want we hebben daar nu een pasje voor. Laten we kijken of dit gaat werken. Nee, we kunnen toch niet. Ah, nu wel. Yes, dus we kunnen nu naar de derde verdieping. Omdat we dat pasje hadden gekregen. Of gekregen. Gepakt. Oké, wat hebben we hier? Het ziet er nou uit dat we hier naar binnen moeten. Laten we hier eens even gaan kijken. We kunnen daar naar boven. We kunnen hier doorheen. En hier staat echt gewoon een dude gewoon naast te chillen. We kunnen in de elevator shaft zo te zien. Wat is dit? Ja, dit is weer... Inderdaad, de elevator, daar moeten we niet meer naar beneden. En... Dit lijkt redelijk dood. Nee, we moeten toch echt daar rechtdoor. Maar ik had het idee dat we die overstap moeilijk gaan maken. We gaan hem even save voordat de hel weer losbreekt. Altijd een fijn gevoel om dat even te doen. We gaan het gewoon proberen. Want we moeten hier toch wel naar binnen. Oké, ze zijn er ook niet meer aan het praten, gelukkig. Meestal kan je dan gewoon even wachten. Deze doet, droppen we even hier. Aan de zijkant, 10mm pistol. En die moeten we misschien ook wel even een plekje gaan geven, want dan zetten we die op 4. En als we 4 erbij pakken, wil ik wel eens even kijken of we daar nog het een en ander aan kunnen veranderen. Dus we die misschien kunnen upgraden. EMP pistol ammo, dus dat is goed. Oké, dus dat kunnen we wel. Fire full auto kunnen we eventueel zelfs doen. Maar dan hebben we meer van deze dingen nodig. Oké, nou blij dat we in ieder geval die nu al kunnen oppakken. Ik ben benieuwd of we eventueel dit kunnen hacken. Wat gebeurt er als we deze knop induwen? Gaan dan de dingen omlaag? Ja, dat is wel helemaal mooi. Woe! Ziet er interessant uit. Het zou niet heel moeilijk moeten zijn. Behalve als we meteen worden gespot. Al hebben we volgens mij nog steeds voldoende tijd. Maar laten we maar gewoon pakken. Dan zijn we in ieder geval binnen. Ik had deze nog kunnen pakken op zich. Heb ik niet gedaan, maar geen probleem. Oké, wat hebben we hier? Password. Dat was het. Waarvan? We zullen het vast wel nodig gaan hebben. Oké, wat is dit? Alarm panel. Reveal.
Anomaly what? Detected. Trace program initiated. Access granted. En deactivate. Ik weet niet of dat iets doet. We zullen het meemaken. Was deze nou goed geladen? Ja. Op zich wel. Oh oh, camera. Die hebben we nog niet uitgeschakeld. Wat we wel kunnen doen. Is nu die kogel voor gebruiken. En dan kunnen we hier snel inhacken. Anomaly detected. Trace program initiated. Go, go, go. Oh, moeten we nog eentje? Oh, wacht. We moeten deze. Hè? Ik zag het echt heel slecht werken. We moesten. Oh, nog eentje. Access denied. Wow. Oké, okay, en zo kunnen we vervolgens het alarm weer uitschakelen. Oké, okay, zo werkt dat. Oké, okay, nou moet het wel lukken. Ik had gewoon niet goed gekeken waar het allemaal zat. We hebben deze nog. Deze nog, deze nog. En deze nog. Anomaly access granted. Kijk, dat is eigenlijk super easy. Oké, okay, waar moeten we zijn? Als het goed is kunnen we hier wat informatie uit gaan halen. Misschien zullen we voor de zekerheid weer even de deur dicht doen. Of kan dat niet? Maar. Oké, okay, we moeten eens even gaan kijken in al deze systemen. En daar gaat het volgens mij om draaien. Wow, echt grote puzzels. We moeten hier alles gaan doen. Oké, okay, dat was één. Nu is natuurlijk de vraag of we uiteindelijk datgene gaan vinden wat we zoeken. Newspaper hebben we in ieder geval niet nodig. Dit ziet er allemaal verder prima uit, maar we hebben nog eentje. Oh, hier hebben we nog security. Dus die kunnen ook hacken. En we zijn binnen. Dan kunnen we de camera's uitschakelen. Up, up, up. Kunnen we deze zelfs nog uitschakelen. En de alarm uitschakelen. Oké, okay, maar we hebben nog steeds niet datgene gevonden wat we wilden zoeken. Misschien hier. Ah, we hebben hier de password van. Dus dit zou wel een belangrijke zijn. We zouden hem ook kunnen hacken, maar... We gaan natuurlijk dan de makkelijke route doen. Seeach. Deutscher. Zaden. Ik wou net zeggen, hij deed het niet. D-E. Enter. Oké, okay, hier moet wat belangrijke informatie in gaan staan. Wat? Wat willen ze nou weten? Oké, okay, wacht, het lijkt er... World health officials are scrambling to contain the outbreak.
Wow, eindelijk. Oké, ik had het idee dat ik een beetje begon te begrijpen, maar man, het was best wel ingewikkelde puzzel. We zijn nu in ieder geval binnen. Ik heb het idee dat we hier wel wat gaan vinden. Oké. Wat is dit? Oké. We hebben weer een nieuwe code. Komt geen einde aan. We kunnen nu daar doorheen. Hebben we nou nog steeds niet gevonden wat we eigenlijk zochten? Nou ja, we gaan in de volgende aflevering in ieder geval verder mee. Het is een gigantische zoektocht. Nou weet ik wat waar. Ik wil jullie in ieder geval weer allemaal super erg bedanken naar het kijken van deze aflevering. Laat me natuurlijk allemaal weten wat jullie ervan vonden door een berichtje in de comment section te plaatsen. Waarvan dus duimpje omhoog vandaag. En dan zie ik jullie allemaal graag in de volgende aflevering weer.